Welkom bij Trainersvisie 18 met Willem Leuzenhuis, de interim trainer van DVS. Willem, ben jij al benaderd? Door wie? Door de mensen in Zeist. Grapje. Nou, ik denk dat ik het niet veel slechter zou doen. Oké, nee, dat kan ook niet veel slechter, hè? Nee, dat zag er niet goed uit. Nee. Maar ja, aan de kant staan is het allemaal makkelijk natuurlijk. Als je er middenin zit, dan is het een stuk moeilijker. Maar en zeker bondscoach zijn natuurlijk, omdat je hebt natuurlijk 18 miljoen mensen die op je vingers kijken en je hebt die spelers zo weinig bij je. Ja, ik weet ook niet, de keuzes die gemaakt zijn, zijn blijkbaar niet goed geweest. Maar het grote probleem zit hem uiteraard natuurlijk in de organisatie van de KNVB. Als je ziet wat daar allemaal gebeurd is en nog gebeurt en wie dat daar de dienst uitmaken. Ja, dan vraag je om problemen. Als het in de top niet goed zit, of totaal verkeerd zit en kwalitatief totaal verkeerd zit, ja, dan kun je niet gek opkijken, omdat het dan beneden ook niet functioneert. Even terug naar afgelopen zaterdag, de wedstrijd tegen Jong Almere City. Wat is zo 3 dagen na de wedstrijd het meest bij jou blijven hangen? Nou ja, overal tevreden met een punt. Ik moet zeggen, toch wel een hele goede volwassen eerste helft gespeeld. Daar was ik heel tevreden over en verbaasd over de tweede helft. Want, hoe kan dat het zo'n tweede helft zo anders is? Heeft dat met de energiebalans te maken of kun je dat aangeven waar dat zit? Ja, vaak is dat ongrijpbaar, maar ik denk dat met name ons middenveld minder goed functioneerde. De eerste helft speelde die fantastisch goed, dat zag er echt prima uit. En de tweede helft toen hadden we onnodig balverlies, de mensen liepen te vaak te makkelijk langs ons heen. En ik moet een groot compliment maken, onze keeper Paul, die heeft ons dan wel in de wedstrijd gehouden. In zekere zin ook wel een beetje man of the match. Ja, eigenlijk wel, maar dat is een beetje te veel van het goed als je zo lang stil bent gelegen om dan meteen man of the match te worden. Moet rustig aan. Okay. Aanstaande zaterdag de vliegende vogels. Deze week de voorbereiding natuurlijk erop. Waar ga je het accent op leggen bij je ploeg? Als je daar voorzichtig iets van wil verklappen of wil zeggen. Nou ja, een maand of anderhalf geleden hadden we nog tegen IJsselmeervogels gespeeld. Maar ik heb nu de indruk dat we tegen Barry Paul spelen. Want ik denk dat Barry Paul nu al 8 punten voor IJsselmeervogels in zijn eentje bij elkaar geschoten heeft. En als je die er achteraf trekt, dan moet je kijken waar ze het anders stonden. Dus de technische commissie daar heeft heel goed toegeslagen bij Kozakken Boys om Barry Paul te halen. En dat is een schilder slok op de borrel. Dus ik denk met Paul en Grot om die uit te schakelen. En, natuurlijk Ali Akla ook nog, die wij kennen hier van DVS. Wat denk je daar tegenover te kunnen zetten met jouw ploeg? Nou ja, mijn spelers kennen Ali natuurlijk heel erg goed. Zij kennen zijn sterke punten en zijn zwakke punten. En zijn zwakke punten liggen met name in het mentale. Ik denk dat we daarin wat winst kunnen boeken. Je bent uitgeroepen tot de beste trainer ooit in het verleden bij IJsselmeervogels. Wat doet dat met jou als je dan tegen die ploeg speelt? Nou ja, het is altijd heel fijn om bij IJsselmeervogels te komen, omdat ik daar best veel vrienden heb zitten. En voor mij een hele belangrijke periode geweest in mijn trainerscarrière. En ik ben inderdaad uitgeroepen tot de beste trainer van de laatste 40 jaar, zo was het eigenlijk. En daar ben ik hartstikke trots op natuurlijk. Plus al de prijzen die we samen met de IJsselmeervogels gewonnen hebben. En waar liggen de kansen zaterdag? Kun je dat nog aangeven? Nou ja, de grote kans ligt in het feit dat zij staan verschrikkelijk onder druk. Kijk, wij zijn natuurlijk uit de degradatiezone. Ik denk dat we nog één of twee wedstrijden moeten winnen en dan zijn we veilig. En zij moeten gewoon wedstrijden winnen om kampioen te worden. Gezien hun status zijn ze ook aan verplicht om kampioen te worden. En op het moment dat wij het hun heel moeilijk maken en dat gaat wat langer duren, dan gaan die spelers worden onrustig, het publiek wordt onrustig en wij krijgen meer energie. Dus daarin zal de winst moeten liggen dat we in ieder geval lange tijd schadevrij blijven. Nou, in de derde periode sta je nog steeds bovenaan. Geeft dat vertrouwen bij jou in de ploeg, merk je dat? Nou, met name dat je in de laatste 4 wedstrijden maar 1 doelpunt tegen krijgt. Daar kun je wel op bouwen. Dus de fundering is heel erg goed. En daar kun je een mooi huis op bouwen. En daar zijn we nu mee bezig. Nog steeds goed op koers dus? Nou ja, zolang we bovenaan staan in die derde periode en we krijgen zo weinig doelpunten tegen, dan liggen we aardig op koers. Verder naar je zin bij DVS? Ik heb het uitstekend naar mijn zin. Nou, dat straalt er ook vanaf. Ja, dat is fijn dat je dat kunt zien. En ik heb heel erg zin in de wedstrijd zaterdag. Daar hebben wij ook al bij zin in. Wij zijn er weer bij met DVS TV. En we wensen je veel plezier, succes in de voorbereiding naar de wedstrijd toe. Ja, dat hebben we nodig. En ik ben nog niet vergeten, maar ik was er zelf niet bij. Die 1-6 die hier heel pijnlijk op het scorebord stond. En ik denk dat de spelers daar ook wel een stukje motivatie en revanchegevoelens uithalen. Om dat toch op een of andere manier recht te gaan zetten. Nou, heel veel succes daarbij in de voorbereiding. Dank je wel.
Woo!